Dit is Pater Huizigems met Catechismus voor Volwassenen. Vandaag les 4. God. Bestaat God? Wat is God? Wie is God? Het eerste deel van de Catechismus, zoals ik al vroeger heb gezegd, is het geloof, de korte samenvatting van het geloof. Kort. Dat is relatief. Maar het geloof wordt kort samengevat in wat men noemt het geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis, andere woorden zijn credo, het Latijn voor ik geloof, de eerste woorden van de geloofsbelijdenis. Of het Griekse symbolon, symbolon, symbolum, verlatijnst. Men noemt het in het Nederlands ook de 12 artikelen van het geloof, want de voornaamste punten kan men in 12 artikelen samenvatten. Die kwamen tot stand, die artikelen, als samenvatting van het belangrijkste te kennen om te weten waarvoor we hier op aarde zijn en waarvoor we leven. Wat het belangrijkste is in de hele kosmos. Al dat werd samengevat nadat er strijd was over ontstaan. Maar bepaalde personen, dwaaleraars, dingen beweerden die niet in overeenstemming waren met wat men oorspronkelijk geloofde. En toen is er een schreeuw door de christenheid gegaan van, hey, stop, zo heeft Jezus het niet gezegd, zo heeft God het niet geopenbaard. Dit is niet in overeenstemming met wat de apostelen geleerd hebben. Dat vast te stellen is men gaan onderzoeken en heeft men plechtige verklaring afgelegd. En die plechtige verklaringen, dogmata, dogma's, die vonden vooral plaats op de eerste concilies, die van Nicea, Klein-Azië, 325, en Constantinopel, Constantinopel 1, in 381. Vandaar hebben wij het geloofsbelijdenis. We gaan nu het eerste artikel bespreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. Het woord God. Wat betekent dat? Wie is God? Wat is God? Eerst en vooral het Nederlandse woord God, zoals in alle West-Germaanse talen, God, God, komt van het woord goed, oorsprong van alles wat goedheid bezit, goeds uitmaakt. Bedoeld met het woord God is in alle talen het opperwezen. De persoon met verstand en wil. Een persoon is een drager van verantwoordelijkheid. Dat is dus ook een wil en verantwoordelijkheid. Persoon. De persoon die oneindig volmaakt is. Hij is oorsprong, doel en heer van al wat bestaat. Hij is wat men noemt in het Latijn ens a se. Betekent wezen uit zichzelf. Niet door een ander ontstaan, maar uit zichzelf. Het enige noodzakelijke wezen. Wij allen zijn niet noodzakelijk, want we hebben ooit een oorsprong, een begin. Hij niet, staat boven tijd en ruimte. In het boek Exodus zien we dat God verschijnt als in een brandende doornstruik. Exodus 3:14. En als Mozes hem dan vraagt, wie bent u? Dan drukt hij zijn wezen uit door te zeggen, Yahweh, ik ben die ben. Betekent, ik ben het zijn zelf. Het enige noodzakelijke wezen. Alle andere wezens, andere dingen, personen ook, zijn ens ab alio. Betekent als Latijn voor, ze zijn zijnden uit een ander voortkomend, door een ander veroorzaakt. Wanneer wij zeggen God is zuiver geest, betekent dat hij met de zintuigen die wij hebben, zien, horen, ruiken, voelen, tasten, dat we hem niet onmiddellijk kunnen waarnemen, tenminste niet doorgaans. Niet direct, maar wel indirect. En omdat we hem niet onmiddellijk zien, kan er discussie ontstaan. Ooit hebben de Sovjets,
zoals toen Rusland en omgeving heette, in de tijd dat het communistisch werd beheerst, de eerste cosmonaut, dat is dan het Russische voor wat de Amerikanen astronauten noemen, de ruimte ingeschoten. En die man die kwam terug en zei, ik heb nog God, nog hemel gezien. Tja, misschien heeft die jongen een nogal simpele opvatting van wat God is of wie God is. En hetzelfde voor de hemel en misschien ook van wat wij als christenen zijn en wat wij geloven. Het is niet omdat men nog niet eens het aan de maan gevlogen is dat men kan beweren van ik heb hem niet gezien, dus hij is er niet. Ik ben daarin in les 2 ook al op ingegaan. Nu gaan we eens kijken of wij God kunnen vinden. Daarvoor gebruik ik niet alleen het geloof, de openbaring, maar in de eerste plaats, en daar gaan we vandaag mee beginnen, het gezond verstand, de waarneming, eerlijke openheid. Openheid voor de waarheid, de realiteit. Kunnen wij zo God vinden? Is God kenbaar met ons natuurlijk verstand? Antwoord, jazeker. Niet alles over God kunnen we door een natuurlijk verstand weten. Een deel moest ons worden geopenbaard. Maar een groot deel kan men zo ook erkennen. Dat zegt het katholiek geloof, dat zegt de openbaring. Heilige Schrift, boek Wijsheid, hoofdstuk 13, vers 1. Uit de grootheid en schoonheid van de schepselen kent men door vergelijking de schepper. Zoals men aan het kunstwerk, dat is nu mijn eigen toevoeging, als men het kunstwerk de kunstenaar kan herkennen, zo ook. Er staat nog meer in de openbaring, in de brief van de Romeinen, de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, versen 19 en 20, Romeinen 1. Wat men kan weten over God, kan ook door heidenen worden erkend. Want zijn onzichtbaar wezen, zijn eeuwige macht en zijn godheid zijn sinds de schepping van de wereld, bij enig nadenken, duidelijk te kennen. Al dit is ook in een geloofspunt samengevat. Samengevat in een geloofspunt, dat noemt men ook dogma. Het Eerste Vaticaans Concilie in de Constitutie Dei Filius. Dei Filius in 1870 werd het al verklaard. Ik lees voor het citaat. God is met het natuurlijk licht van het menselijk verstand met zekerheid erkenbaar als oorsprong en doel van alle dingen. Ik herhaal, God is met het natuurlijk licht van het menselijk verstand met zekerheid herkenbaar als oorsprong en doel van alle dingen. In het vervolg gaan we wederom apologetica verrichten, betekent kijken naar de natuur, kijken naar de sporen God, zodat we vanuit het kunstwerk naar de kunstenaar terug kunnen. Hoe zien we dat God bestaat? Er zijn verschillende wegen, de openbaring is er één. Het geweten is een andere, maar we kijken vandaag naar de natuur. Maar misschien beginnen we eens met een filosofisch ding. Gewoon het gezond verstand. Stel u voor, u komt in uw keuken 's morgens na een goede nachtrust, of een minder goede. In ieder geval, u stelt vast, het venster van de keuken ligt aan diggelen. Dan zeg je niet, oh ja. Dit soort dingen gebeurt namelijk vanzelf. Nee, je gaat uit ervaring weten, iets of iemand heeft dit gedaan. Wie heeft dit gedaan? Die vraag ga je stellen. Of u kent de klassieke vraag van kip of ei, wat was er eerst, kip of ei? We weten in ieder geval als we een kip zien, dat die uit een ei gekomen is en wel een heel specifiek soort ei, namelijk een kippenei. Dat ei weer uit een kip gekomen is. En we kan zo verder opklimmen naar een verdere oorzaak. Het zijn allemaal veroorzaakte dingen. Het is ook een boom, dan het zaad. En we kunnen opklimmen. Uiteindelijk moeten we tot een eerste oorzaak komen.
Een eerste oorzaak die zelf geen oorzaak meer nodig heeft. Een eerste onveroorzaakte oorzaak. De eerste onveroorzaakte oorzaak. We zullen dat later nog in detail zien, maar die is intelligent. Wat men aan de schepping ziet, want er zit intelligentie achter de schepping. We gaan erop in onmiddellijk. En die noemen wij dus God. Oorsprong van alle goed. Men kan tegenwerpen, maar de wereld, het heelal, kan dat er niet al oneindig eeuwig zijn. Gewoon een eeuwig heelal wat zichzelf verklaart. Niet een persoon die erachter zit. Wel, in de 19e eeuw ontdekte een natuurkundige met de naam Rudolf Clausius dat er in het heelal sprake is van veroudering, verslijt, verbruik, slijtage. Men noemt dat de wet van de entropie. Entropie. Kijken we naar de sterren. De dichtstbijzijnde ster voor ons is onze vertrouwde zon. Het is geen jonge ster, dat is ook geen heel oude, maar wel geen jonge. En wat zien wij? Dat sterren een soort enorme reactoren zijn. Reactoren, kernreactoren, die hun eigen massa verbranden. Doordat ze hun massa verbranden, worden ze kleiner. Op een dag gaan ze, zoals het licht, uit. Ze zijn opgebrand. Waren er een oneindig eeuwig heelal, dan zouden of de sterren die er waren zijn opgebruikt, of die die er nog zijn, of die er ook waren, die zouden moeten een oneindige massa hebben. Wij kunnen meten en vaststellen dat dat niet het geval is. Ze zijn niet oneindig, dus ze zijn ergens ooit ontstaan. Een oneindig heelal is dus niet denkbaar. Oneindig in tijd. De eerste oorzaak te hebben beschouwd, en aan de hand van de entropie, dus de veroudering van het heelal, gezien te hebben dat het allemaal veroorzaakt moet zijn, gaan we nu naar het macroniveau, het heelal zelf. Met onze jeugd gaan we af en toe, onze jeugd, in Nederland heet dit Jong Katholiek Initiatief, JKI, gaan we af en toe eens een enquête doen, vragen stellen. Vragen stellen aan mensen in de straat, maar vooral ook aan universiteitsstudenten. En de eerste vraag is telkens, waar komt naar uw mening de zichtbare wereld vandaan? En dan geven we 3 mogelijke antwoorden. 1. Een onpersoonlijke oorzaak, bijvoorbeeld de oerknal. 2. Een persoonlijke oorzaak, bijvoorbeeld God. 3. Een andere, namelijk, en dan moet de deelnemer aan de enquête zelf invullen. Wat is het antwoord bij studenten tegenwoordig? 80% antwoord, onpersoonlijke oorzaak, oerknal. We willen nu eens nagaan, is de oerknal echt? En zo ja, is hij een bewijs dat de hele natuur verklaarbaar is zonder een intelligent persoon erachter, God? Gaan we eerst eens kijken, wat is oerknal? Oerknal betekent een naar de buitenkant uitbreidend heelal vanuit een oorspronkelijke kern. Hoe kwam men daarop? Men heeft in het begin van de 20e eeuw metingen uitgevoerd met spectra van sterrenstelsels. Het waren 2 van die sterrenkundigen, wetenschappers, met name Edwin Hubble en Georges Lemaître, die gezien hebben dat de sterrenstelsels zich altijd maar verder wegbewegen, met 1 uitzondering, de Andromeda-nevel. Ze bewegen zich alsmaar verder weg van een kernpunt. Een punt in wat eigenlijk in het midden moet liggen.
Wanneer men bij Duitse Wikipedia nakijkt, spreekt men van een oer-ei als het ware, om aan te duiden dat daarin dynamiek zit, leven zit. En het heelal lijkt te zijn ontstaan vanuit een kern, en wel, vermits er energie en massa in zit, van een oermassa met oerenergie. De eerste die die theorie heeft geformuleerd was de Waalse astronoom, die ik net noemde, maar die tegelijk priester is. Pater Georges Lemaître. De term oerknal, dat is een Nederlandse vertaling van het Engelse Big Bang. Dus naakt is Big Bang. Ik ben ook leraar Engels geweest, in Duitsland trouwens. En toen ben ik met die Duitse klas naar Londen geweest. En toen vroeg ik aan de leerlingen, aan ieder van wat ze gezien hadden, wat vond ze het leukst. En dan zei één van hen, het leukst vond ik de Big Bang. Hij bedoelde de Big Ben. Dat is een klokkentoren, of tenminste, ja, naast het parlement in Engeland. De Big Bang, oerknal, is wat anders. Dat is net wat ik uitleg. Die uitdrukking werd uitgevonden door een Engelse astronoom met de naam Fred Hoyle. Fred Hoyle, 1949. En eigenlijk was die gebruikt als spotterm om met Georges Lemaître te lachen. Hij ging uit van wat men noemt een steady state, een eeuwig universum. Na ontdekking van de entropie ligt intussen vast dat dit niet kan. Dus de term oerknal komt wel van een ongelovige wetenschapper, maar de inhoud is helemaal niet in tegenstrijd met het geloof aan een god, wel in tegendeel. Het spreekt voor een oorzaak van de natuur, van al wat er is van het heelal, voor een eerste oorzaak van het hele universum. En dat is het wat met het geloof overeenstemt. Wanneer iemand mij zegt van, alles is ontstaan uit een oerknal, dan antwoord ik onmiddellijk. Oerknal veronderstelt massa en energie. Er is iets nodig om te knallen. Waar komt dat iets weer vandaan? Waar komt de energie voor die knal weer vandaan? En dan is het, wat men in Duits noemt, Ende Gelände. Daar weten ze dan niks op, doorgaans. In de realiteit is het zo dat deze eerste kern, van waaruit het heelal moet ontstaan zijn, niet alleen de oermassa was, maar zelfs de oorsprong van de dimensies ruimte en tijd. Goed, dat kan ik nu bewijzen. Oerknal. Oerknal veronderstelt dus een ontploffing. Nu, als wij eens kijken naar ontploffingen, realiseren die dan een orde of een chaos? Wij weten uit ervaring, een chaos. En als er dus wel orde ontstaat, moeten wij dit dan vanzelfsprekend vinden? Is het toeval wat dit maakt? Dat veronderstelt een groot geloof in het fenomeen. Toeval, verstandig toeval. Wanneer iets ontploft, ontstaat uit ervaring chaos, kapot zijn, niet orde, zoals wij vaststellen. Als er een oerbliksem was, en daar kunnen we eigenlijk van uitgaan, dan moet er ongelooflijk veel meer dan de niet-natuurwetenschapper zou denken. Ongelooflijk veel tegelijk overeenkomen. Als de uitdijing van het heelal, van de deeltjes, te snel zou verlopen, klitten ze, de deeltjes, niet samen tot een zinvol geheel. En omgekeerd, als het te traag verloopt, valt alles in zich terug. Die bewering komt niet van mij, maar van natuurwetenschappers. Ik noem er één, de natuurwetenschapper en cosmoloog Michael Turner. Die leeft nu nog. Hij is geboren in 1949 en hij vat het mooi samen. De bevindingen van welke constanten allemaal moeten kloppen opdat het heelal is wat het is. En hij zegt, de precisie bij de ontploffing van de oerknal moet zo nauwkeurig zijn als wanneer men een vogelpikpijltje, een dart, zoals men wil, van de ene kant van het heelal zou werpen en aan de andere kant van het universum een puntje met een straal van 1 mm doormeter zou treffen. Ik herhaal, Michael Turner,
natuurwetenschapper en cosmoloog, stelt vast. De precisie van de ontploffing van de oerknal moet zo nauwkeurig zijn als wanneer men een vogelpikpijltje van de ene kant van het heelal zou werpen naar de andere kant van het universum en daarbij aan de andere kant een puntje met een straal van 1 mm zou treffen. Ongelooflijk veel dingen die wij zo in de oppervlakkige waarneming niet zouden vaststellen, moeten kunnen samenpassen. Ik noem zelf als voorbeeld onze aarde waarop we leven. Zouden wij een heel stuk verder van onze ster, de zon, staan, geen leven mogelijk, alles zou bevriezen. Omgekeerd, mochten wij een heel stuk dichterbij staan, alles verschroeit. Dit is een min of meer grijpbaar voorbeeld, maar het moet ongelooflijk veel samenpassen, als tandwieltjes in elkaar passen, om te kunnen een geordend geheel hebben, wat we nu hebben. Het heelal zonder geordend verstand is niet denkbaar. We gaan nu over naar het microniveau. Ja, het leven. Waar komen levende wezens vandaan? Als je dat weer gaat vragen, dan gaan de meeste antwoorden evolutie. Alles komt uit evolutie. Wat betekent evolutie? Evolutie betekent dat iets ontwikkelt, ontwikkeling, uit een bestaand wezen. Wie zegt evolutie zegt, er is al iets wat dan evolueert, wat dan verandert. Waar komt dat weer vandaan? In ieder geval, men gaat ervan uit dat, ook in atheïstische kringen, van het leven is ontstaan door toeval. Dat heeft toch de evolutietheorie, begonnen met Charles Darwin, genoeg uitgelegd. Is dat zo? We gaan eens kijken hoe Charles Darwin het zag. Charles Darwin en andere evolutionisten gaan uit van een oersoep. Jawel, oersoep. Met allemaal chemische elementen. Trouwens, in het seminarium toen we les hadden, daar moet ik toch dank aan zeggen aan een priesterwetenschapper, die filosoof ook, pater Gerard Mura, een Zwitser, een Duitsstalige Zwitser, met wortels in Sardinië trouwens, oorspronkelijk zijn voorouders. Gerard Mura, en die heeft ons zoveel over de natuurwetenschap in verband met ook dan filosofische principes uitgelegd, dat hij van Sinterklaas kwam op bezoek, dus te zeggen, dat is een seminarist als, dat hij daarbij als geschenk oersoep kreeg. Dat was zo'n soort pudding van blauw-groene kleur. Oersoep. Oersoep komt uit een theorie onder andere van Charles Darwin, die zegt, in de oersoep hebben zich van door toeval de eerste aminozuren gevormd. En aminozuren zijn zelf weer de bouwstenen voor eiwitten, proteïnen. Klopt trouwens het laatste. En die weer van levende cellen. Klopt ook weer het laatste. Het eerste echter, oersoep, toeval, aminozuren. Dat willen we eens onderzoeken. De huidige stand van de wetenschap erover. Het menselijk lichaam. Elk lichaam, ook van dieren en planten, bestaat inderdaad uit eiwitten, maar er is niet één soort eiwitten. Een lichaamscel bestaat uit eiwitten, maar hoeveel cellen zijn er? Bij het menselijk lichaam 100 biljoen, rond de 100 biljoen, bijna niet voorstelbaar. En in elk van deze cellen verlopen per seconde tussen de 30.000 en de 100.000 biochemische reacties. En die biochemische reacties die verlopen met een precisie en effectiviteit die tot vandaag in een laboratorium wel kan worden gemeten en vastgesteld, maar niet worden nagemaakt. Hogere levende wezens, zoals wij mensen zijn, gewervelden, gebruiken niet één soort eiwitmoleculen, maar 200.000. Bouw het maar eens na. Ondanks de grote ontwikkelingen in kennis en techniek is men er nergens in geslaagd ook maar één enkele levende cel te bouwen. Laat staan 100 biljoen om een mens te bouwen.
Dat toont een enorme precisie en intelligentie achter de natuur. Wie is die precisie, wie is die intelligentie of wat? Bepaalde zich massa, energie of koning toeval? Is dat geloofwaardig? Of kan men niet eerder uitgaan van een verstand, een persoon? Tot slot daarover, over het microniveau, het leven, het ontstaan van het leven, de evolutietheorie. De Amerikaanse bioloog Edwin Conklin. Hij leefde tussen 1863 en 1952 en hij vat het met humor samen. Het ontstaan van leven op aarde te verklaren met het woord toeval betekent zoveel als uit de explosie van een drukkerij het ontstaan van een woordenboek te verwachten. Edwin Conklin, bioloog. Het ontstaan van het leven op aarde te verklaren door toeval betekent zoveel als uit de explosie van een drukkerij het ontstaan van een woordenboek te verwachten. Er is veel meer nodig. We gaan naar een andere vaststelling, de natuurwetten. We stellen vast, zowel de fysica, dus de natuurkunde, de chemie, de biologie, stellen vast, er zitten vaste wetten in de natuur. De valbeweging, als ik uit een vliegtuig spring en ik heb een parachute bij en die parachute gaat niet open, is een vrij ongezonde toestand. Want met de versnelling van de valbeweging, dat is een vaste constante, zal ik, alsmaar mee versnellend, op de aarde neersmakken. Andere wetten. We gaan eens kort weer over het toeval hebben. Het ontstaan van wat er is, te verklaren door toeval, is wel een sterk stukje. Neem bijvoorbeeld 3 verfpotten met de hoofdkleuren. Geel, rood, blauw. Zet ze op de tweede verdieping of derde verdieping van een appartementsgebouw of van uw kamer en knal ze van de vensterbank af. En beneden op de straat zal die verf spatten. Hoe groot is de kans dat eruit een portret van een persoon tevoorschijn komt, of van een bloem of van wat dan ook? 0. Geen toeval. De natuurwetten. We gaan eens naar een andere natuurwet kijken. We gaan kijken naar de beweging van de planeten. Ik heb daarop al gewezen in les 1. De hele tijd die we meten is afhankelijk van de beweging van de planeten. En te beweren van dit is niet toevallig. Want daar zit verstand achter. En dan dat waarvan het de tijd meet, de beweging van de planeten is wel toevallig, daar behoort toch enige fantasie toe. Natuurwetten. We gaan verder met een natuurwet. De bevruchting van planten. In het Engels heet dat pollination. Het bloeien. Tomatenkwekers weten dat. Hoe gaat een tomaat ontstaan? Er ontstaat op de tomatenplant een bloesem. En er komt een bloem op de mannetjesplant. En bij die bloem komt een bij. Het diertje wat bij heet. Het insectje. Dat bijtje gaat landen op die mannetjesplant van de tomaat. Vult letterlijk zijn zakken. Zijn zakjes, die heeft zakjes aan zijn poten, met de nectar. En tegelijk gaan mannelijke pollen kleven in het vachtje, want dat heeft het van de bij. De bij zweeft verder, landt op de bloem van een vrouwelijke plant. De vrouwelijke plant heeft in de kern van de bloem pinnetjes. En die pinnetjes die gaan het vachtje van de bij uitkammen. En zo gaan de mannelijke het mannelijke zaad in de vrouwelijke plant vallen en ontstaat voortplanting. 90% van de bloeiende planten heeft dieren nodig om zich voort te planten. Dat heet men symbiose. Het een kan niet zonder het ander. Het past harmonisch. Met dit wil ik maar aantonen dat ervan uit te gaan dat eerst lagere wezens ontstaan dan hogere. Dat dit in dit geval niet kan,
bij 90% van de planten, want ze zijn afhankelijk van transport door dieren, symbiose. Dus is er een zekere gelijktijdigheid nodig, waarmee ik niet elke evolutie uitsluit, maar wel die die niet verstandig is, waarachter geen verstand is, waarachter men gewoon toeval zoekt. Ik noem nu, als voorlaatste punt, nog een paar uitspraken van baanbrekende natuurwetenschappers. U zal die mensen kennen. Max Planck, gestorven in 1947, is een Duits natuurkundige Nobelprijswinnaar die voor het eerst de kwantumfysica de grond voorlegde. Kwantumfysica, Max Planck. Hij zegt: wat godsdienst en natuurwetenschap betreft, voor het eerste, de godsdienst, staat God bij het begin van de beschouwing, voor het tweede, op het einde van de waarneming. Wat de een ontdekt, dat is nu mijn eigen toevoeging, door openbaring ontdekt de andere voor een deel door eigen onderzoek. Bestaan van God, zijn wijsheid, zijn goedheid en nog een paar andere eigenschappen. Een tweede uitspraak, Werner von Siemens. Siemens, u kent Siemens waarschijnlijk wel. 1816-1892 was een Duits natuurkundige die de basis legde voor de elektrotechniek. En hij zegt het volgende op basis van zijn eigen ondervinding. Hoe dieper we doordringen tot het harmonische functioneren van natuurkrachten, des te meer voelen wij ons gestimuleerd tot nederige bescheidenheid. En des te hoger stijgt onze bewondering voor de oneindig ordenende wijsheid waarmee de hele schepping is doordrongen. Hij vindt wijsheid achter natuur en aarzelt niet meer natuur te noemen, maar schepping. Iemand heeft dit gemaakt. Derde citaat. Isaac Newton, 1643-1727, bekend Engels natuurwetenschapper, ontdekker van de wet van de beweging. Bekend is, hij ligt onder een boom en ziet een appel naar beneden komen. De valbeweging, die weer zelf een vorm is van de aandrijving van de massa's. Hij zegt, Isaac Newton, de wonderlijke harmonie van het heelal kan alleen tot stand zijn gekomen volgens het plan van een alwetend en almachtig wezen. Hij zegt, ja, daar zit te veel verstand achter, daar moet iemand achter zitten. En tenslotte, ten vierde, Werner Heisenberg, als je wil, 1901-1976, ook een Duits natuurkundige, legde de basis voor de kwantummechanica. En hij maakt volgens mij de mooiste vaststelling van die vier natuurwetenschappers. Hij zegt, de eerste slok uit de beker van de natuurwetenschap maakt atheïstisch. Maar op de bodem van de beker wacht God. Totaal het citaat. Kort samengevat, in het begin lijkt het allemaal natuurlijk verklaarbaar en dan ontdek je, er zit zoveel verstand achter. Er moet toch een persoon achter zitten. Ik herhaal Werner Heisenberg, die de basis legde voor de kwantummechanica. De eerste slok uit de beker van de natuurwetenschap maakt atheïstisch, maar op de bodem van de beker wacht God. We besluiten. Besluit. Ten eerste, hoeveel of te veel moet tegelijkertijd kloppen in de hele natuur die we kunnen waarnemen, om materie of leven door toeval of een andere onpersoonlijke kracht te kunnen verklaren? Dit kan niet door toeval, er moet te veel tegelijk met elkaar overeenstemmen. Tegen spreken van clockwork. Te mooi samenpassen. Twee. Het ingenieuze van de natuur, zowel op micro- als macroniveau, micro, de cel, we hebben het leven nu bekeken, levende wezens, macroniveau, het heelal, laat besluiten op een ordenend verstand wat daarachter zit. Meer zelfs op een persoon die daar een wil mee heeft, die er doelmatigheid in legt. 3. De zin van het leven. Als je ervan uitgaat dat er geen God is, dan leven wij op een toevallige planeet, een toevallig heelal, zonder veel zin. Wat is dan de zin van mijn leven als dat waar is?
Dat zal dan zijn zelfbehoud, in beter geval het behoud van onze soort, de mens, genot vaak, in het allerbeste geval inzet voor het algemeen welzijn. En daar eindigt het ook. Maar voor wie de wijsheid achter de natuur ziet, die ziet erin één grote, ik noem het maar, liefdesbrief van de machtige persoon, de intelligentie die erachter zit. Dat maakt het leven veel zinvoller. 4 en tenslotte, zin. Alles in de natuur streeft een doel na. Wij mensen hebben als onuitroeibaarst verlangen, het geluk. Zo intens mogelijk, zo lang mogelijk. Niets in de natuur is zonder doel, dus ook dat kan niet zonder doel zijn. En als dit doel bereikbaar is, zou het een ramp zijn dit te missen, het wezen te missen, wat dit aan ons openbaart. God. Wie nog dieper wil ingaan op deze dingen, verwijs ik graag naar een prachtige brochure die mooi een paar wetenschappelijke dingen heeft samengevat, die toen besluiten dat er een God moet bestaan. En wel een verstandige en een goede. Dat is de brochure, in het Duits is die verschenen, Liebe zur Wahrheit, liefde tot de waarheid. Brochure 2, Existiert Gott, bestaat God. Uitgegeven in Zeitschoven, dat is het seminarium waar ik ook ben opgeleid, 2018. Uitgegeven onder leiding van pater Andreas Steiner, een priester met wie ik gestudeerd heb en die ook veel geleerd heeft van de genoemde pater Mura. Liebe zur Wahrheit, existiert Gott. Het tweede waarnaar ik verwijs, en dat vindt u in de link, is een prachtige natuurdocumentaire. En die heet in het Engels, en Amerikaanse documentaire, God of Wonders. Er zijn Nederlandse ondertitels bij, dus u kan het prachtig volgen. De wetenschappers die het hebben gemaakt, het zijn allemaal wetenschappers, staan in verbazing voor de doelmatigheid en schoonheid van de schepping. Het zijn protestantse wetenschappers, dus christenen ook wel. Dus in voor het allergrootste deel stemmen wij met deze mensen overeen in de zaak die ze hier bespreken. Wij katholieken kunnen wel een zekere evolutie aannemen, maar dan geen zonder zin en verstand erachter. In ieder geval wat zij tonen is vrijwel onweerlegbaar en toont de pracht van de schepping. Ik hoop dat u deze film zal bekijken wanneer u tijd heeft. En ik wens u daarbij veel vreugde en veel stichtelijkheid. In deze film zult u ook niet alleen zien het bestaan van God, maar ook veel van zijn eigenschappen. Die me gewoon, deductief heet dat, uit het kennen van de natuur kan vaststellen. De liefdesbrief als het ware. Over deze eigenschappen en andere willen we het in een volgende les hebben. Ik dank u voor het bekijken, voor het luisteren en ik wens u van harte Gods zegen.